Ladies and gentlemen, here are the infamous Yuri Vandenberg and Peter. Oké, nou goed. Dit is een nieuwe aflevering van Hammerwatch en we gaan nu deze grote larve helemaal kapot maken. Ben je er klaar voor? Wow, ik kan er gewoon dwars doorheen. Ik ben er niet. Het is nu live op de show. 10:30. Let's go. Holy shit, ik was er echt niet klaar voor, Peter. Ik dacht echt niet dat je het zo snel ging doen. Oh shit. Oké, de worm is. Oh shit, ik heb iets te vroeg op de knop gedrukt, Peter. Oké, Peter, oemf. Hij zei oemf. Dan moet je gaan schuilen als hij oemf zegt. Oh, mijn mana is op. Oh shit, Peter, oemf. Ik heb een combo! Oh shit, ik heb de knop echt veel te vroeg gedaan, Peter. Peter, oemf! Oh shit, deze oemf gaat ons raken, denk ik, de tweede. Ja, oké. Dank je dat je hem tankt voor mij. Hey, werkt het shield nou? Oh shit, ik heb hem weer te vroeg gedaan. Ik ben het echt zwaar aan het verpesten, Peter. Waarom? Ik weet het niet, het gebeurde gewoon. Je kan hem niet blokken. Oké. Sorry, Peter. Pak al die appeltjes boven. Oh shit. Ik doe het echt iedere keer. Echt, hou op nu. Ja, oké. Pak die appels. Pak die appels, Peter. Je gaat nu echt helemaal dood. Oké, sorry. Snorri. Echt, ik blok. Ik ben bijna dood. Ja, pak je die rejuvenate alsjeblieft. Ah ja, ik pak ook al die rejuvenate. Oemf. Oké, dat was wel een goede oemf. Kijk, wat ik iedere keer doe, ik wil hier gaan samen om in elkaar te gaan slaan, maar dan sta ik om op het ding. Okay. Oemf! Deze tryhardness. Ja, het is ook gewoon echt bijna helemaal stil. Ja. Oemf! In core. Nou, semi in core. Nou, semi in core, ja. Nu wordt het echt moeilijk, ze is bijna dood. Kom aan, laatste stukje. Oh shit, ik werd een keer geraakt. We hebben hem. Zo de knetter, dat was weer eens intens. Ja, gewoon echt gewoon. Ik wil alles opraken. Ron Wemel had het gewoon bijna kunnen zeggen. Zo de knetter, zo intens was het. 5 up, niet te geloven. We zitten nu echt op 17. Dit is toch wel echt een persoonlijk record voor ons twee. Ja. Ja, maar de vorige keer ging je ook echt 10 keer dood in tutorial level gewoon. Dus ik bedoel, dat hele begin level was gewoon bijna één grote tutorial. Oh, dit level is echt tyfus groot ook nog. Tyfus? Ja, echt gewoon tyfus. Gewoon, je hebt tyfus, maar je hebt ook tyfus. Oké, kom. Combo! Ik ga maar instant voor de combo. Hoeveel geld heb ik nog? Ik heb al 276. Oké, ik ben all in. Vind je het zo grappig? Ik vind het leuk dat ik zo zwak ben. Ja. Nou ja, zwak is ook echt niet het woord, maar... Oh, hier, kijk. Potten en pannen. Hey, weet je, als een lesbische vrouw een pot zou kunnen eten, zou een lesbische man dan ook iets eten als een pan of zo? Dat zou wel grappig zijn op zich. Ja, wacht. Dacht je van een bezemstil? Bezemstil. Oh, trouwens, deze slimes zijn echt gewoon pure combo-machines. Kijk, er waren echt 3 slimes en pads gelijk combo. Dat is zo intens. Oké, let's go! Weet je, je moet wel echt iets enthousiaster zeggen dan dat om het leuk te halen. Oh! Je moet echt aan dood gaan. Dan? Je moet het echt meer een beetje zeggen als, let's go! Misschien moet ik toch iets meer attack gaan kopen. Ja, want je moet ze wel dood krijgen voordat ze jou gaan damagen. Precies. Kijk, we hadden ons voorgenomen dat ik zeg maar de ultimate tank zou worden. Ja. En dat Yuri de ultimate offense zou worden. Ja, kijk, ik loop naar mensen toe en zeg ik, je bent lelijk en zo. En dan voelen ze zich heel erg geoffended. En neem dit appeltje. Voor de dorst. Ik blijf het zeggen, Peter. Je gaat er maar gewoon in binnen. Hey, neem deze combo. Eigenlijk is dit echt heel kut voor jou, die slimes. Want als je openbarst, dan word je gesloten en krijg je damage over time. Dus hoe gaan we dat doen? Zal ik die gewoon gaan kapot maken? Kan ik er doorheen chargen? Ik vraag me af. Hoe leef ik nog? Hoe leef jij nog? Zal ik gewoon nog even... Dat zeg ik nog. Hoe weet ik. Mensen, ik haat Yuri met de dag meer. Moet je eens nagaan. Zeg dat niet, Peter.
Zeg dat niet. Moet je nagaan. Ik haat Juri met de dag meer en ik ken hem al voor bijna 13 jaar. Zo. Peter, je bent maar 1 jaar mee. Je bent bijna dood, Peter. Zou ik gewoon sterven? Gewoon brief voor de nee, doe het niet. Kijk. Ik heb deze slime speciaal voor jou geopend, zodat jij een combo kan krijgen. Wat dacht je daarvan? Combo! Waarom ben je nooit zo enthousiast over combo's als ik? Dat is best een spannend moment, toch? In je leven. Omdat jij echt overdreven bent. Oké, nou. En jij niet dan? Hè? Ik alleen in het dagelijks leven. Oké. Tijdens het opnemen word je opeens een heel normaal persoon. Ja. Van alledaagse... Alledaagse houding. Trouwens, die... Die vlagdingen met zo'n levensbalk die die monsters droppen, dat zijn die buffen de andere tegenstanders. Net zoals de bosmops. Bosmops. Is het niet een leuk woordje, bosmops? Extreem. Dank je. Hé, was die deur net ook open daarboven? Nee. Nou, maar daar moet je niet ingaan, want daar zitten triple archers achter, weet je nog? Ja, en dan gaan we helemaal naar binnen. Laat mij... En dan gaan we helemaal naar buiten. Dit had je mij gewoon... Oh jee, kan je die pijlen ook blokken? Zeker, iedere... Maar je kan geen melee attacks blokken. Nee, achteruit. Ga blijven... Oh ja, klopt. Gewoon een beetje hier blijven staan. Zo. Oké, een beetje... We moeten iets dichterbij komen. Dichterbij. Ja, oké, wacht. Ik kom eraan. Die dood, want die is best wel kort. Ja, ik kom eraan. Easy! Zie je nou hoe sterk dit is? Ja. Ik zag het. Juri en ik hadden het hier over. En we dachten van... Die keel doet 20 damage, holy shit. En we dachten, dit is echt perfect. Ja, vorige keer gingen we 2 mages, dat werkt op zich ook best wel nice. Aan de andere kant werkt het ook weer echt niet, maar oké. Want ik stierf echt 10.000 keer. Oeps, ik nam gewoon goed dat appeltje. Volgens mij, ja, ik nam dat appeltje. Tja! Kijk uit. Oeps. Ik heb het verpest, Peter. Nim. Dat was niet eens een combo? Nee, dat was niet genoeg van combo. Oké, Lox hier naartoe. Dat is ook niet genoeg van combo. Oh shit. Appel. Oké, ik had hem eigenlijk net iets meer nodig. Maar maakt niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Oké, laten we dit doen. Is dit mogelijk voor een paladin zoals ik? 100% niet. Of je moet naar binnen chargen en gelijk naar buiten. Oké, gaan we even voor die... Zoals dat? Ja, precies zoals dat. Hey, kom even hier staan voor die archers. Dan maken we die even hier dood. Dood mag, ja. En dit is dus het voordeel aan Mage Paladin. Echt gewoon ziek erg. Ja. En weg. Wegwezen. Hij is dood. Hij gaf ons niet eens een upgrade. Nee, asociaal, hè? Van een gierige standbeeldje. Bomma. Ik heb wel het gevoel alsof ik hier mee... Holy shit. Wat? Ik stopte daar te vroeg met aanvallen. Jij stopte daar te vroeg met aanvallen. Het spijt me. Het zal niet meer gebeuren. Jullie willen niet weten... Hoe vaak ik nou gewoon geïrriteerd ben door Juri op deze avond. Gaan we dit trouwens ook samen bewerken of jij in je eentje? Ik bewerk gewoon lekker mijn eentje, want zal mijn computer. En met bewerken bedoel ik gewoon lekker een beetje bijknippen. En dan komt het allemaal goed. Toch? Ja. Ik pak 1 appeltje en jij de andere 2, hè? Kom hier. Kom. Doe dit niet zo gevaarlijk. Ik begrijp het living on the edge en zo, maar dit gaat. Oh, kut! Oké, ja, als je het zo wil spelen. Oeh. Oh, je stunt hem gewoon intens. Oh shit. Ik moet even deze kapot maken. Oh, het zijn er 2. Dat is wel goed. Ik pak deze wel gewoon. Ja, ik heb deze kapot. Nice. Jullie zien het al, Juri en ik zijn echt een geweldig team. Yo. Ik probeer ze gewoon echt voor jou te vangen. Zodat jij niet sterft. Ja. Hey. Oh shit, het was die niet te doen. Ja, deze is echt heel kut. Is dat deze? Ja, dat is deze. We kunnen ook gewoon even links omgaan. In plaats van dan gaan we deze een andere keer doen. Gewoon met uitstellen. We gaan niet leven zoals Joost.
Nee? Nee. Maar eigenlijk wil ik wel heel graag door deze vuurband deze combo's halen. Zal heel veel helft gaan krijgen, zodat het makkelijker is om dit zand te doen. Wie gaat de combo's halen? Allebei een beetje. Oh shit. Oké. What the fuck was dat? Ik dacht, ik charge gewoon echt keihard. Oh, Peter, echt hey. Oh my god. Dat was echt wonderschoon. Ik word hier niet door gepoisoned. Wauw, dat vind ik niet aardig, want ik had wel gepoisoned. Hé, hey, maar ik heb nog steeds geen combo. Hoe kan dit? Oké, ik ga deze combo pakken. Oh shit, hier staat ook weer een standbeeld. Oké, ik ga eventjes die archer daar verderop. Oh, kut. Waar staat die ene archer? Ik weet het niet. Hoe gaan we dit doen? Gaan we hem hier naar rechts? Even kijken tot waar, hoe ver kan. Gaan we gewoon één keer helemaal naar rechts chargen gewoon nu, na deze volgende wave? Hoe krijg ik zoveel damage? Niet zo ver. Echt? Je wave komt toch niet zo ver, okay. Ik moet echt even mijn flame dinges eventjes upgraden, want die is echt super goed. Van 5 naar 10, ik ben al. Kut. Hoe krijg je iedere keer die 20 fucking damage? Come on, man. Terwijl ook stil blijven staan. Ik vind het toch wel mooi dat je iedere keer toch weer net niet doodgaat dan. Dankjewel, is dat een compliment? Ja, een soort van. Wil jij die combo toevallig? Of, Ja. Oké. Misschien moet ik. Ik haal die naar je toe. Is goed. Veel plezier ermee. Doei. Veel plezier. Dat is wel een beetje kut dat die door me heen staat. Ik pak hem boven. Is goed. Of eigenlijk, ja, ik heb een combo. En nu heb je dat ding gespannen en dat vind ik niet leuk. Ja. Ik stel voor dat we eerst dat ding daarboven kapot maken. Oké. Misschien had ik echt die combo voor jou moeten gaan bewaren. Oh, maar hij heeft wel twee appeltjes gespand. Wat ook niet verkeerd is. Die steun is op zich wel nice. Oké, tot hoever gaat die ding? Oh, hier kunnen we gewoon veilig staan. Kijk, hier zijn de muren. Oh shit. Peter, kom hier, ik kan niet zien. Waarom was je er nog steeds? Come on, man. Omdat er nog een paar slides kwamen. Pak jij deze combo. Je valt er echt zo belachelijk vaak aan. Hè? Had je nou die damage upgrade ook gedaan? Nee. Oh, nee. Niet eens. Ik ga hier eventjes een flinke combo halen. Misschien word je ook niet geraakt omdat je een shield hebt. Oh shit, Peter, ik ben hier echt zwaar op je neus. Peter. Je kunt het. Peter, ik zit hier helemaal aan de andere kant. Oh shit, ik heb de 2 keer geraakt. Het zal een beetje raar zijn dat het expres zou worden geraakt. Een beetje sabotage, dat is wel een beetje vreemd. Oh shit, archers. Oh shit, ik werd nog een keer geraakt. Oh shit, en nog een keer. Peter, ik ga saven. Ik heb gesaved, het is allemaal oké. Okay. Is het niet. Ik ga die appeltjes pakken. Mag ik ze allebei? Ja. Nom. Het is wel belangrijk dat jij gewoon zeg maar blijft leven. Ik hou van leven. Ik ga eventjes deze... Hou jij van leven? Soort van, soms. Soms, ja. Wanneer dan niet? Op het moment dat school bezig is. Peter, we hebben het hier over gehad. Het is vakantie en je zou dat woord echt niet meer gaan uitspreken. Ja, tot voor 3. Nou, jij vroeg wanneer niet. Ik geef je eerlijk antwoord. Nou, oké, nou, het is al goed hoor. Sorry, man. Hey, gaan we eerst... Oké, we gaan nog gelijk weer doen. We gaan gelijk ook dat standbeeld eventjes kapot maken. Het klinkt echt alsof ze flink hard aan het deep throaten zijn. Hé, hey, jij bent degene die me dat woord heeft geleerd. Wegwezen. Dit is gewoon alsof... Ja, geleerd. Internet, hè? Ik bedoel, kom maar. Oh! Peter, hoe durf je? Jij moet dit doen, Yuri. Of ben je soms een watje dat je helemaal niet eens meer wil meevechten? Als je doodgaat in een strijd, kom je in Valhalla, ja? Ja? Alleen jij misschien. Hoezo, ik alleen misschien? Geloof jij niet in Odin of zo? We zijn toch allemaal Germanen, hè? Waarom geloof jij niet in de Germaanse goden? Soms als het heel hard stormt, roep ik wel eens, waarom nou dan? Misschien moet je niet daar niet bij gaan staan. Holy shit, je hebt 1 helft. Hoe doet hij het toch, dames en heren? Door een complete troll te zijn. Oh
Oh shit, dit is... Hoe doet hij het, mensen? Hij krijgt steeds 5 damage.